Shinsonic loopt ergens rond in deze wereld. Hij wil me opsluiten, Jesse. Hij denkt dat hij de echte Sonic is. Sonic, we moeten een veilig huis bouwen. Ik kan niet bouwen, Jesse. Ik ga wel op de uitkijk staan. Oh, Sonic, dat meen je niet. We moeten opschieten voordat hij ons ziet, oké? Ik zie hem. Jesse schiet op voordat hij ons doorheeft. Oh, dit meen je niet. Ik zie hem ook, Sonic. En hij is echt heel erg groot. Oké, we moeten stil zijn, want volgens mij heeft hij ons niet door. Ik heb een creative potion en we moeten zo snel mogelijk het huis bouwen. Oké, wat voor blokken zou ik gebruiken? Ik zou bedrock blokken gebruiken, Jesse. Ja, Sonic, dat is een heel goed idee. Dat moet ik inderdaad doen. Bedrock blokken. En cool, je loopt in de weg. Wegwezen alsjeblieft. Oké, het moet een heel simpel klein huis zijn. En ik moet eigenlijk ook wel stil zijn, want straks ziet Shinsonic ons. Dus jij gaat ons sowieso wel vinden. Daarom moeten we super snel en super stil zijn. Dat hij staat daar gewoon. Ik weet het, Sonic. Ik doe mijn best, oké. Jij kan niet eens bouwen. Ik weet het, Jesse, maar ik sta op de uitkijk. Ja. Ga jij maar lekker op de uitkijk staan. Lekker makkelijk. Oh, oké. Het gaat wel een klein huis worden, Sonic. Ja, dat is niet erg, Jesse. Komt goed. Ik ben toch klein, dus ik kan overal slapen. Oh, ja, je bent inderdaad heel erg klein. Jesse, je moet een lavagracht maken. Oh, hou je ideeën lekker voor je. Waarom help je dit gewoon mee als je het allemaal zo goed weet? Ik ben veel te klein om te bouwen, Jesse. Ja, Sonic. Ik weet het. Ik doe mijn best. Oké, dan pakken we wat lava erbij. Dat doen we er even omheen. Jesse, ik heb een probleempje. Wat is jouw probleempje? Ik ben Shinsonic kwijtgeraakt. Shinsonic kwijt... Sonic, dit meen je niet. Waar is hij? Ik weet het niet. Zal ik voor hem zoeken? Nee. Laten we maar gewoon zo snel mogelijk dit huis afmaken. En als hij ons dan vindt, dan komt het helemaal goed. Want dan kan hij ons toch niks maken, omdat wij in het veiligste huis ooit zitten. Zorg er dan maar voor dat hij wel veilig genoeg is, Jesse. Ik doe mijn best, Sonic. Jij doet helemaal niks, oké? Oh, ik had nooit Minecraft moeten spelen met Sonic. Dat hoorde ik, Jesse. Ja, het is maar goed ook dat je het hoort, Sonic. Maar het is echt heel vervelend. Jesse, ik heb het idee dat hij ons ruikt en dat hij naar ons op zoek is. Ik weet wel zeker dat hij naar ons op zoek is, Sonic. Laat mij dan gewoon bouwen. Het huis moet wel een beetje mooi zijn, Jesse. Ik weet het, Sonic. Weet je wat? Ik ga hem wel even mooier maken. Speciaal omdat jij dat wilt. Ik wil hem in de kleur blauw. We hebben geen tijd om hem een kleur te geven, Sonic. Oh, weet je wat? Ik maak hem gewoon nog even één laagje hoger op deze manier. En dan moet je er een gezichtje in maken. Oh, ja, dat is een goed idee. Een gezichtje. Laten we een soort van smiley doen. Dat is denk ik wel een leuk idee. En dan pakken we hier white concrete. Zo. Dit is perfect. Ik vind het heel lelijk, Jesse. Serieus, Sonic? Hoezo vind jij het nou weer lelijk? Oh, zo vervelend dit. Laat de camera's ophangen. Jesse, je moet camera's ophangen. Je moet me niet napraten, Sonic. Dat zeg ik letterlijk net dat ik camera's ga ophangen. Op elke hoek ga ik namelijk een camera ophangen. Ik zou op elke hoek een camera ophangen. Sonic, je moet me niet napraten, oké? Anders ga ik je voeren aan Shinsonic. Dit is heel vervelend. Oké, laat ik ook maar even een ingang maken. Zo, natuurlijk wel een hele veilige kluisdeur. En dan kan ik gewoon over de gracht heen springen. Jesse, als jij over de gracht heen kan springen, kan Shinsonic dat ook. Het gaat om het idee, Sonic. Ik doe mijn best, ja? Shinsonic kan namelijk toch niet in dit bedrockhuis komen. Oké, Jesse, je hebt echt helemaal gelijk. Oké, ik moet ook een soort van plek maken waarin ik mezelf kan beschermen. Dus wat ik ga doen, ik ga hier een soort platform maken. Dan maak ik hier gewoon even twee ladders omhoog. En dan vanaf hierboven ga ik een soort van wapenbunker maken. Dus ik pak even twee item frames. Kijk, zo. En dan pak ik twee elytra's. Kijk, en dan kunnen we wegvliegen, Sonic. Dat is echt een supergoed idee, Jesse. Alleen daarvoor heb je ook vuurwerk nodig. Je hebt gelijk. Twee chesten en heel veel vuurwerk stop ik erin. En ik stop er niet alleen vuurwerk in. Ik stop er ook gewoon bazooka's in. Want dan kunnen we vanuit de lucht op Shinsonic schieten. Dit is perfect. Jesse, schiet nou op. Straks komt hij. Ik doe mijn best. Ga jij nou maar gewoon op de uitkijk staan, Sonic. Dan doe ik het bouwen, oké? Oké, de vloer ga ik ook nog even van bedrock maken. Want dan kan er namelijk niemand van onder naar binnen. Dat is echt perfect. Oké, de vloer zit erin. En Sonic, even uitkijken. Want ik ga namelijk op het huis allemaal mines leggen. En als je daarop staat, dan ontploft echt alles. Dus vooral niet in de mine staan. Waarom zou ik nou weer in een mine gaan staan, Jesse? Dat zou mij toch nooit gebeuren? Sonic, je was bijna opgegeten. Oeh, ik stond bijna op een mine. Jij moet ook uitkijken of straks sta jij nog in een mine. Ik weet het, Sonic. Maar jij was bijna opgegeten door Shinsonic. Ik probeer jou te redden, oké? Okay? Het maakt mij namelijk helemaal niet uit wie de echte Sonic is. Wat we natuurlijk ook nodig hebben, zijn wat sentry guns. Kijk, deze zet ik dan hier neer. En misschien doen ze nu nog niks, maar zodra hier iemand loopt, gaat deze sentry gun heel veel dingen schieten. Heel veel kogels gaat hij schieten. En ik ga om het huis nog een elektrisch vent zetten. Als je namelijk tegenaan loopt, dan krijg je zo'n harde stroomschok dat je doodgaat. Vind je dat een goed idee, Sonic? Dat is een perfect idee, Jesse. Dankjewel. Oké, laat ik hem trouwens nog maar één leveltje hoger maken, want Shinsonic was namelijk best wel groot. En anders springt hij er makkelijk overheen. Shinsonic springt hier ook makkelijk overheen, Jesse.
Sonic, doe het lekker zelf, ja. Oh, ik vind het goed zo. Kijk, hoppakee. En dan pakken we nog wat lasers erbij. Die gaan we ook nog even op deze manier neerzetten. En we hebben natuurlijk ook missiles nodig. Kijk, zo. Anders kan je die bezoeker natuurlijk nooit besturen. Jesse, ik heb een idee. Sonic, wat is je idee? Je moet die T-traps plaatsen. En als je dan erop staat, dan ontploft alles. Je weet dat ik al mines heb neergelegd, hè. Dat die precies hetzelfde doen. Oh ja, was ik even vergeten. Sorry. Wat kan ik nog doen aan het huis? Ik weet precies wat je kan doen. Wat dan? Je moet eten hebben. Oh ja, dat is slim. Want de binnenkant van het huis heb ik namelijk nog helemaal niks mee gedaan. En een PlayStation. Waarom hebben we nou weer een PlayStation nodig, Sonic? Weet je wat? Laat ik gewoon even beginnen met een koelkast. En daarin doe ik heel veel Golden Enchanted appels. Naast de koelkast zet ik gewoon even een mooi kastje neer. Met daarop een hele grote televisie. En natuurlijk, kijk, een PlayStation 5 op de koelkast. Dat is wel een beetje raar. Waarop we Minecraft kunnen spelen. Nog even twee stoelen. Nog even wat mooi tapijt. En wat kan ik nog meer doen? Jesse, Jesse, help mij, help mij. Wat is er, Sonic? Wat is er aan de hand? Kijk eens links van je. Wat is er links van me? Hallo Sint-Sonic. Hahaha, jullie dachten dat jullie veilig waren, hè? Sonic, kom, we moeten snel het huis in. Jesse, help mij, help mij, help mij, help mij. Jesse, jij moet hem voor me pakken. Ik durf het niet. Ik blijf hier staan. Oh, en die creative potion is ook uitgewerkt. Oké, ik ga het doen. Komt goed. Het enige wat ik moet doen is gewoon even deze Elytra pakken. En ik vlieg er gewoon vandoor. En met de bezoeker kan ik van een 4 perfect in Sonic beschieten. Jij denkt dat dit mij gaat stoppen? Zeker niet. Oh, zeker wel. Ik ben de echte Sonic. Jij bent niet de echte Sonic, oké? Niet aan echte Sonic komen. Alsjeblieft. Helemaal niet alsjeblieft. Ik schiet gewoon bezoekers op je. Kijk eens aan. Gewoon vanaf boven recht naar beneden. Oh. En is het gelukt? Oh mijn god. Sinds Sonic is weg. Alleen het hele huis is opgeblazen. Dit meen je niet. Sonic, ben je oké? Oh nee. Oh nee. Ik hoop dat alles goed gaat met Sonic. Hallo Sonic. Oh, Jesse, dat was zo eng. Dankjewel. Maar dit was de video. Klik links voor een Minecraft video, rechts voor een Roblox video. En kies snel, want ze gaan weg in 3, 2, 1.